Eigenlijk kan muziek alles. Het kan je ontroeren, vrolijk stemmen, opzwepen, verdrietig maken of zelfs kippenvel geven. Muziek kan je tot rust brengen, maar ook in beweging zetten. Het is bekend dat muziek een enorme invloed heeft op de mens, maar minder bekend is wat de precieze effecten van muziek zijn. Voordat ik begin, komt natuurlijk eerst de vraag: wat is muziek eigenlijk? Mensen voelen zich allemaal aangetrokken tot andere muziek en hebben daarom verschillende muzieksmaken. Wat de een mooi vindt, kan de ander weer als herrie bestempelen. Toch blijkt er uit een onderzoek dat bepaalde elementen van muziek universeel zijn. Dit komt doordat de muziek door onze beide hersenhelften wordt verwerkt. Harmonieuze tonen worden geassocieerd met emotie en non-verbale ervaringen en worden dus door onze rechter hersenhelft verwerkt. Valse noten worden door onze linker hersenhelft verwerkt. Dit is onze logische en verbale hersenhelft. Ondanks dat ieder mens zijn eigen muzieksmaak heeft, zijn er dus een aantal universele elementen die op elk mens dezelfde uitwerking hebben. Muziek is een heel breed begrip. Eigenlijk bestaat onze hele omgeving uit muziek. Maar kort gezegd is muziek een stukje geluid waaraan wij een emotionele betekenis geven. Vaak krijgen we te horen dat we onszelf in bedwang moeten houden of dat we onze zelfbeheersing niet mogen verliezen. Er zijn zelfs een hoop mensen trots op het feit dat ze hun emoties voor anderen kunnen verbergen. Soms is het inderdaad verstandig om onze emoties niet aan iedereen kenbaar te maken. Maar uiteindelijk moet er toch een uitlaatklep voor gevonden worden. Als emoties niet geuit worden, kan dit leiden tot depressie, angst of zelfs agressie. Muziek is een algemeen geaccepteerd middel als het gaat om het uiten van emoties. Hoe vaak komt het wel niet voor dat we fluiten, neuriën of meetrommelen op de muziek? Dergelijke uitingen geven aan in welke stemming we zijn. We koppelen zelf emoties en periodes aan muziek. Wanneer je als wekker een vrolijk liedje hebt, kan het zijn dat dit liedje je later toch een onbehagelijk gevoel bezorgt. Dit komt omdat je het een hele tijd lang hebt gekoppeld aan een nare gebeurtenis. En wanneer je dit liedje weer hoort, zal het je weer herinneren aan deze nare gebeurtenis. Ook is het opmerkelijk dat mensen een fijn gevoel krijgen als ze een liedje horen dat ze in hun jeugd vaak hebben geluisterd. Dit hoeft niet eens een nummer te zijn dat je heel erg mooi vindt, maar de betekenis die jij eraan hebt gekoppeld maakt het tot iets speciaals. Het is een soort link naar de goede oude tijd en ze herinneren je aan een tijd waarin emoties hevig en belangrijk waren. Omdat muziek onze hersenen zo beïnvloedt, kan het volgens onderzoekers ook nog een geneeskrachtige werking hebben. Het beïnvloedt de hersenen dusdanig dat er stoffen worden aangemaakt die voor genezing zorgen. Een voorbeeld vinden we terug in de Bijbel. De koning leed aan een depressie en kon alleen maar gekalmeerd worden als David op de harp speelde. Uit andere experimenten werd duidelijk dat endocrine cellen meer hormonen afscheiden onder invloed van muziek. Tot het hormoonstelsel behoren onder meer de hypofyse en de schildklier. Deze klieren geven hormonen af en zorgen ervoor dat de hormonen meteen in het bloed terechtkomen. Veel ziektes worden veroorzaakt door tekorten van hormonen in de endocrine klieren. Muziek zou ervoor zorgen dat er meer hormonen door het lichaam worden aangemaakt. En op deze manier kan muziek als het ware worden ingezet als een soort medicijn. En dit geldt voor een heleboel ziektes, zoals epilepsie, hysterie en allerlei andere zenuw- en hersenziekten. Deze bleken namelijk ook, in ieder geval, gedeeltelijk tegengehouden te kunnen worden door de muziek. En zelfs het geheugen kon tijdelijk terugkeren door muziek. Artsen schreven vocale en instrumentale muziek voor aan patiënten om ze te genezen van oorlogsneurose of slapeloosheid. Dr. Kravkov ontdekte dat door muziek het gezichtsvermogen met 25% verbeterd kan worden. De proefpersonen ondergingen een soort extra muzikale stimulans. Hierdoor deden ze extra hun best en door de extra inspanning zagen ze veel meer. Eerder zei ik al dat het geheugen terug kon keren door muziek. Voor mensen met dementie is dit een prachtige uitkomst. Demente mensen krijgen namelijk problemen met hun geheugen. Dingen onthouden wordt steeds lastiger en de patiënt zal dagelijkse dingen ook steeds minder makkelijk uit kunnen voeren. En dat muziek het geheugen terug kan draaien is niet helemaal waar. Het is echter wel mogelijk om door middel van muziek uit het verleden van iemand hem of haar mee terug te nemen naar deze periode. Hierdoor zal een soort helder moment ontstaan en zal de patiënt zich bijvoorbeeld een stuk gelukkiger voelen. Dit zul je zien in het volgende filmpje.
It can't get away from me if I'm in this place. It takes me back to my school days. Oh God, that's beautiful. Does it make you happy to sing for us? Yeah. I'm crying. In het filmpje is goed de reactie van demente ouderen te zien op de muziek. Ze bloeien allemaal op en raken in ieder geval geëmotioneerd. Het is voor hen echt een tripje naar het verleden als het ware. Alles wat ze in het heden juist wel of juist niet hebben, kunnen ze dankzij muziek even loslaten. Inmiddels is het wereldwijd bekend dat dementerende ouderen zo mooi reageren op muziek. Op deze manier kunnen mantelzorgers ouderen een fijnere tijd bezorgen. In bepaalde verzorgingstehuizen heeft zelfs elke bewoner een gepersonaliseerde iPod. En hierop staan dan alle liedjes uit het verleden van de ouderen. Voor de familie van de patiënt is dit al helemaal fantastisch. Soms herkent de patiënt dierbaren spontaan, gezien muziek voor een soort helder moment zorgt bij de patiënt. Ik vind het onbeschrijfelijk bizar hoeveel effect muziek kan hebben op een persoon en op ons zenuwstelsel. En van entertainment naar gebruik van muziek in de gezondheidszorg, je kunt er elke kant mee op. Het is overduidelijk dat muziek een enorme invloed heeft op ons. Maar hoe dat dan precies komt? Daarmee blijft de zoektocht naar een verklaring van de kracht van muziek gaande.